Wijsgronden zijn gronden die langs een breuk liggen en die liggen hoger en zijn nat, terwijl de acht onder de breuk is het droog. Dus laag, droog, hoog, nat. Wijsgronden zijn een heel bijzonder natuurverschijnsel die zich rond de breuken voordoen. Op een 40-tal plekken in Brabant. En daar waar mogelijk willen we dat behouden of zelfs herstellen. Die breuk houdt het water tegen. Het water moet ergens naartoe en gaat omhoog en dan op de hoge natte gronden. Terwijl achter de breuk kan het water weer inzijgen en is het daar droog. Het is bijzonder omdat het maar op een enkele plek plaatsvindt. Met name hier in dit deel van Brabant. Maar ook de kwaliteit van het wijswater maakt dat je er mooie dingen mee kunt doen. In de Maashorst waar we hier staan, bijvoorbeeld is kersenteelt booming bijna. En die maakt gebruik van dat wijswater. Dat geeft speciale kwaliteit aan die landbouwproductie. Waaraan kan je zien dat hier die wijsgronden zijn? Dat kun je zien aan de vegetatie. Aan de kleur van het water. In het water zit ijzer en dat komt aan de oppervlakte en dan komt er zuurstof bij. En ijzer met zuurstof geeft roest en dat is die bruine kleur die we in het water zien. Het is zo'n bijzonder verschijnsel, ook Europees gezien, dat onderzoeksteams vanuit meerdere landen uit Europa hier onderzoek komen doen. De provincie heeft een 2 miljoen euro daarvoor vrijgemaakt voor de hersteloperatie van een aantal wijstgebieden. Op voorwaarde dat ook anderen daarin investeren. Dus het is uiteindelijk meer dan die 2 miljoen. Wat daarvoor gebeurt is voor een deel het stoppen met landbouwactiviteiten daar waar dat niet meer kan. Omdat het grondwater te hoog wordt. En natuurlijke hersteloperaties uitvoeren. Verder in te richten dat je daar... Ik mag hopen dat er straks een bordje met uitleg bij komt, omdat het heel interessant is om te zien. Maar je begrijpt het pas als je er een beetje uitleg bij krijgt. Ja, je kunt het zien, er is een zeker hoogteverschil. De kleur van het water is anders. Maar je moet er wel op letten. Dus het zou goed zijn als er wat uitleg bij komt. Ja. Er zit een puzzel in en die wil je ontdekken. Hoe zit het in godsnaam in elkaar? Wat zijn de factoren die daarbij een rol spelen? Ik ben er al jaren mee bezig en iedere keer ontdekken we nieuwe elementen. Ja, heel bijzonder.